Zondag neemt AZ het op tegen FC Groningen. En denk je aan die wedstrijd, dan denk je misschien wel aan Roflaar. Hier zo'n lage, gevaarlijke Hendricks. Het is 2-0 voor AZ. De verdediger scoorde in 2016 zijn eerste eredivisiedoelpunt ooit voor AZ tegen de Groningers. Driedubbel gefeliciteerd vandaag, hè? Driedubbel? Ja, je wint. Je scoort je eerste goal sinds je terugkeer en het is je 150ste wedstrijd. Ja. Ja, dat is wel lekker, hè? Ja, en jij scoort dan. Hoe lekker is dat gevoel voor jou? Ja, scoren is altijd leuk. Het is niet het belangrijkste, maar... Ja, maar kijk, je geniet hiervan, hè? Ja, maar ja, het is toch leuk om te scoren? Dat is toch genieten? Dat is toch plezier? Ik was gewoon heel erg blij. Ja, dat gebeurt niet zo vaak. Inderdaad, want op zijn volgende doelpunt moest Vlaar ruim 3 jaar wachten. Daar is de raakte kopbal van Ron Vlaar, notabene, ja! Vorig seizoen scoorde Ron Beton wederom tegen FC Groningen het winnende doelpunt. Je bent als een kind zo blij. Ja. Dit is wel heel lekker, zeg. Godsilaatje. Wat zeg je nou? Godsilaatje. Je moet eigenlijk een beetje uitkijken wat je zegt. Het leek wel alsof je de winnende Champions League finale maakt, zo blij was je. Ja, maar goed, ik scoor heel weinig. Eigenlijk vind ik te weinig. Maar als je dan zo'n belangrijke goal maakt, dan is daar gewoon opluchting en ontlading. En gewoon pure blijdschap, dus gewoon pure emotie.